Hoi, welkom bij een nieuwe video. Leuk dat je kijkt. Vandaag ga ik een follow-up maken op de video die ik eerder heb gemaakt. Hoe krijg je meer kijkers op Twitch? Het is eigenlijk niet echt een follow-up, het is meer een prequel. Want eigenlijk voordat je kijkers wil op Twitch, moet je van alles opzetten. En vandaag ga ik je uitleggen hoe je moet streamen op Twitch. Ik heb dat allemaal op mijn telefoon even uitgeschreven, dus die hou ik er even bij. Dus sorry daarvoor, dat is niet omdat ik ondertussen berichtjes aan het sturen ben naar iedereen. Maar gewoon omdat ik hier wat op heb geschreven. Sorry voor mijn schermen. Ik dacht ik doe een leuke Twitch achtergrond, maar hij heeft een beetje, rare kaprelen. En dan gaat hij de hele tijd uit en aan en uit en aan. Maar dat houdt het lekker spannend. Streamen op Twitch, hoe doe je dat? Ik heb dus een lijstje gemaakt met alle dingen die je eigenlijk nodig hebt om te streamen op Twitch. Voordat we daarmee beginnen wil ik je vragen om deze video alvast een duim omhoog te doen en natuurlijk te abonneren op de rode abonneerknop hier beneden. En mocht je deze video's nou heel leuk vinden, zorg dan dat je de notificaties aan hebt staan, zodat je nooit meer een video mist van mij zodra ik hem upload. Wat heb je allemaal nodig en wat moet je allemaal maken? Hier komt het lijstje. Ten eerste een goede PC. Nu wil ik niet in details treden voor welke minimale videokaart je moet hebben om te kunnen streamen. Er zijn wat requirements voor je PC die het nodig heeft. Het moet een bepaald programma kunnen runnen. Nu durf ik niet by heart te zeggen hoe dat programma alweer heet. Kantoorcomputer kan dat heel vaak niet. Dus als jij bijvoorbeeld een PC hebt gekregen van je moeders werk, zoals ik 5 jaar geleden, daar kon ik niet op streamen. Maar de PC die bij mijn ouders in de keuken stond, daar kon ik op streamen. Het was de allerslechtste stream-PC die ik ooit heb gehad. Ik had 15 fps, frames per second gameplay, 1 frame per minuut webcam. Dus ik wil alleen maar zeggen, je hebt de PC nodig, want ja, anders gaat het niet lukken. Of je streamt vanaf je telefoon. Dat kan gewoon met Streamlabs OBS. Je hebt in ieder geval een PC nodig met bepaalde specs. Hoe beter jij je specs verbetert, hoe beter jouw stream is. Dus de kwaliteit van jouw stream. Dus daar moet je heel even in kijken. En je kunt alles in de comments achterlaten wat voor een PC je hebt. En dan kun je met de specs achterlaten. En dan kan ik kijken of je daarmee kan streamen. Maar je kan het ook zelf uitvinden, want het is niet heel ingewikkeld. Nou, ik wil dat hij een mooi Twitch achtergrondje heeft. Punt 2 is goed internet. En dan heb je liever bekabeld internet dan wifi. Tegenwoordig zijn er wel opties om op wifi te streamen. Maar tegenwoordig stream ik ook bijvoorbeeld bij mijn vriend. Daar stream ik op de wifi en dat kan goed genoeg zijn. Je hebt tegenwoordig namelijk apparaatjes. Bijvoorbeeld de Devolo. Stel dat jij boven op zolder aan het streamen bent en de wifi ontvangst is daar niet zo goed. Dit apparaatje stop je gewoon boven op zolder in het stopcontact. Zodra jij dat Devolo apparaatje ook in je router hebt geplukt, dan heb je gewoon wifi in alle kamers waar jij zo'n Devolo in het stopcontact hebt gedaan. Dus daarmee kun je ook op wifi heel erg goed streamen tegenwoordig. Dus dat is heel belangrijk. Wifi of bekabeld internet moet je hebben om te kunnen streamen. Of je moet op je 4G-bundel willen streamen. Maar dan gaat het een duur grapje worden. Ik zal heel even in beeld zetten wat de minimale upload- en downloadspeed is die je nodig hebt om te kunnen streamen op Twitch vanuit Nederland. Dit zijn de praktische stukjes die echt heel belangrijk zijn. Maar nu komen we aan bij punt 3. Een Twitch pagina aanmaken. Ten eerste moet je een username bedenken. Nu heb ik 4 jaar geleden gekozen voor Labia Oris. Of 4,5 jaar geleden of zo. Toen ik begon met Twitch. Daar was ik op uiteindelijk helemaal niet meer. Stond ik daarachter. Dus je kunt hem tegenwoordig aanpassen. Dat wil ik iedereen niet adviseren om te doen. Kies een naam en blijf daarbij. Dat is het beste, want daarbij creëer je de meeste volgers natuurlijk. En iedereen zal die naam onthouden. Er zijn nu nog steeds mensen, terwijl ik al bijna 2 jaar weer veranderd ben, gewoon naar mijn eigen naam, Mattia, die nog steeds weten dat ik Labia Oris heb gegeten. Of die me überhaupt, die zeggen, hey, heette je niet eerst Labia Oris? Ik heb je stream nooit gezien omdat je je naam hebt veranderd. Dus kies een username waar je achter staat. Nou, heb je een profiel op Twitch en die moet je opvullen. Daar kun je van allemaal banners maken op je profiel. Zoals een welkomstbanner met een praatje wie je bent. Dat is heel belangrijk, vind ik heel belangrijk. Ik kijk daar altijd naar als ik een nieuwe stream open. Ga ik kijken van, hey, wie is dit? Hoe oud is die persoon? Wat voor spellen speelt degene? Vervolgens kun je nog wat social media banners maken zoals Instagram, YouTube. Waar je nog meer op actief bent en waar mensen jou kunnen volgen. Dus heb je allemaal opties hoe je banners kan maken. Ik maak ze vaak in fotor.com. Dat is een website, daar kun je een beetje simpel editen met het tekstje. Dus dat is helemaal niet moeilijk. Check het een keer. Als je wil dat ik daar een video over maak, laat het me weten. Nou, vervolgens heb je een app of een applicatie nodig op je PC waar je op kan streamen. Dus het programma waar je mee streamt. Ik stream zelf met OBS Studio, maar je hebt ook XSplit, Streamlabs OBS, je hebt heel veel keuzes. OBS Studio's die ik gebruik. Als ik mag adviseren voor een beginnende streamer zou ik zeggen, ga gewoon voor Streamlabs OBS. Ook een alert systeem, dus dan kun je meteen heel makkelijk je volgers, hosts, donaties, subscribers, kun je allemaal ook invullen in Streamlabs. Wat natuurlijk super handig is. Dus dat zou ik adviseren. Streamlabs OBS, ik gebruik het nu nog niet, maar ik ben wel van plan om te gaan switchen daar naartoe. Want ik gebruik inmiddels wel Streamlabs Alerts. En dan als laatste, puntje 5, is de gear die je nodig hebt. Nou heb ik een paar dingen opgeschreven. Een headset met een goede microfoon. Een muis en een keyboard, een webcam, een tweede monitor, een Stream Deck. Je kunt het zo gek niet maken, je kunt alles gebruiken. Maar de basics die je nodig hebt, is een headset en een microfoon. Als je op een laptop streamt, heb je in principe een touchpad en een keyboard, dus dan hoeft het al niet. Maar anders zou een muis en een keyboard ook heel belangrijk zijn. Maar een microfoon is zo belangrijk. Mensen gaan echt weg als jouw microfoon niet goed klinkt. Dus dat is gewoon iets waar je wel in kan investeren. En er zijn je kunt al meteen gaan voor een studio mic, maar er zijn ook goedkopere opties. Ik ben zelf gesponsord door Trust. Mijn headset en mijn microfoon is gesponsord. Je kunt hem ook zien staan, de Emita. Ik zal ze even in beeld zetten en ook de prijs erbij. Dat zijn dan opties die je kan kiezen voor je microfoon of headset. Ik vind het zelf, zoals ik al eerder in een andere video vertelde, vind ik het heel belangrijk dat ik iemands emotie kan zien. Dus daarom adviseer ik ook om een webcam te installeren. Wil jij je gezicht nou niet op het internet hebben, dan kun je ook zonder webcam streamen. Maar ik denk dat je wel in het begin wat lastiger aan volgers komt. Omdat mensen gewoon heel graag die emotie willen zien. Nou, vervolgens is het super handig om een tweede monitor te hebben. Nou, let niet op de mijne. De mijne zijn op dit moment helemaal niet mooi samen. Ik ga binnenkort investeren in 3 monitoren. Dan kan ik 1 monitor gebruiken voor mijn social media. Om open te houden tijdens mijn stream. De andere om te gamen. En de tweede monitor is dan, of ja, mijn derde in dit praatje dan. Wat ik nu al gebruik. Om mijn chat en mijn OBS op te runnen. Zodat ik kan zien wat er gebeurt. En dan vervolgens had ik nog Stream Deck. Dat is echt een luxe product eigenlijk. Die staat daar. Dan daarmee kun je heel makkelijk switchen van naar je gamescherm met een klein webcammetje, wat ik heb. En dan naar een scene met een grote webcam en een heel klein game. Als je bijvoorbeeld niet in game zit, maar in de lobby. Of je bent even aan het kletsen met je kijkers, dan heb je een ander scherm. Nou, daar kun je ook wat alerts in zetten van, oh, er is iemand gesubt. Dan kun je heel veel booties spammen met 1 druk op de knop. En zo heb je allemaal features met de Stream Deck. Ik gebruik hem. Is echt een luxe product. Dus je hoeft echt dat niet te kopen als je een beginnende streamer bent. Maar misschien een leuk item om voor te sparen tijdens het streamen. Ik denk dat ik ga mijn telefoon neerleggen. Want ik denk dat ik alles heb behandeld nou in deze video. Wat je nodig hebt voor te kunnen streamen op Twitch. Om te kunnen streamen op Twitch. Ik heb alles behandeld wat je nodig moet hebben voor te streamen op Twitch. Ik hoop dat ik jullie een beetje geïnspireerd heb en dat jullie allemaal lekker gaan streamen. Comment vooral ook jouw kanaal onder in deze video en dan kom ik eventjes kijken in je stream. En als je wil kan ik je wat feedback geven, maar dat hoeft helemaal niet. Zet dat er ook bij, anders kom ik gewoon gezellig even langs een keertje en dan ben ik heel benieuwd wat jullie allemaal van bakken van het streamen. Dankjewel voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet die duim omhoog. Comment iets leuks. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!